Dat zijn mooie namen. Maaike heeft 183, Ilse Mil. De missie en een nationale kampioen. Rikste Meijer erbij. Mentor van Kleeslingen. Bij de man heeft het de naam dat het echt een sprinterskoers is, maar die nemen allemaal sprinters. Wow. Er zijn maar één of twee ploegen die een sprinter mee hebben. Dus ik verwacht eigenlijk wel een aanvallende koers. En wij hebben hier geen pure sprinter in de als Nina Kester best wel snel van de wedstrijd gewonnen. Dus hier hadden ze wat meer kunnen sparen. Maar verder zijn we allemaal meiden die graag willen aanvallen. Het is leuk om met zo'n gelegenheidsteam weer aan de slag te zijn. Winnen vandaag? Nee, dat is zelfs zo erg dat ik gewoon niet eigenlijk de finish had gekend. Zo erg was ik niet bezig vandaag met dat ik echt een kans zou hebben. Ik had dus echt wel gedacht dat het een sprint zou worden. En anders ja, misschien een kopgroep en dan is mijn kans dat ze mij hier laten rijden niet zo heel groot. Ik had ook wel echt wel goede benen. Ik reed echt hard. En Jadins kreeg ook echt hard met me mee. Dus het was gewoon echt een hele goede aanval op een heel goed moment toen het net wat smaller was. Ja, en dan rij je op de steenbok met die Jacinska, die kan niet sprinten, dacht jij? Ik wist niet zo goed hoe ze kon sprinten en ze reed niet vol meer mee in de finale. Dus ik dacht wel, ja, dan is het wel lastig en ze dwong me op kop en dan is het altijd wel lastig met zo'n aankomst, vind ik. Dat is niet helemaal mijn favoriete aankomst, zo 500 meter rechtuit. Maar ik ving haar goed op en toen kon ik wel winnen. Annemiek van Vleuten! Je had hem eigenlijk al binnen, maar nu is het officieel. Ben je blij dat je deze topcompetitie op je naam schrijft in je eerste jaar? Ja, zeker. Ik denk dat het ook mooi is voor het team dat het toch gelukt is. Dat geeft toch wel voldoening. Nou ja, die meiden hebben hun uiterste best gedaan. Maar ja, als het vervloeit is niet zomaar iemand die weg is. En Jacinska is ook niet echt een pannenkoek? Nee, daarom. Het is moeilijk. Ik hoorde vooral Annemiek die weg. Dus dacht, nou, dat gaat moeilijk worden. Je blijft gewoon attent van voren en dan niemand meer weg laten rijden. En dan je positie gewoon houden. Dames en heren, ik hoor een ovatie voor Evie Kuipers en Lorena Wiebes.